Mexico heeft twee medische ventilatieapparaten geschonken aan Suriname. Een delegatie van het Mexicaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking heeft namens de Mexicaanse regering de schenking gedaan. De overhandigingsceremonie vond op donderdag 3 juni plaats op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven. De ventilatieapparaten zijn bedoeld om de gezondheidssector verder te versterken en beter te bewapenen in de strijd tegen het COVID-19-virus. Dr. Laura Elena Carrillo Cubillas, Executive Director of the Mexican Agency for International Cooperation of Development and Delegation. Colleague Rakesh Sukul, Permanent Secretary of the Ministry of Health. Lieutenant Colonel Werner Kiwasen, Deputy Commander of Surinamese Armed Forces. Honorary Consul of Mexico and Suriname, Mr. Hank Visayas. At the outset, let me please welcome you, the delegation of Mexico in Suriname. We are gathered here on the occasion of the handover of two medical ventilators from our befriended nation and partner, Mexico. I wish to underline the importance of the valuable relationship between Suriname and Mexico since the establishment of diplomatic relations in 1975, underpinned by the principle of mutual respect and understanding. We have experienced solid cooperation with Mexico in the past years in several areas, including capacity building. There is certainly scope to further identify other areas of cooperation and intensify the business-to-business relations. In regional and multilateral organizations, we have also relied on the constructive relations with Mexico, including within CELAC, as well as the OAS and the UN. And the structured dialogue with CARICOM should also be highlighted in this regard. Ladies and gentlemen, COVID-19 still consumes all of our efforts, energy, and focus in the battle to keep our countries safe, healthy, and providing access to much needed healthcare. International cooperation and solidarity therefore remain crucial if we are to effectively address this pandemic and its impact on the society and our economies. It is in this context that Suriname wishes to express sincere appreciation to the government and people of Mexico for the generous gesture of donating two medical ventilators. Given the current alarming surge in COVID-19 cases in Suriname, these medical ventilators will surely be of valuable use to those who are indeed in critical state of health. This act of solidarity is genuine South-South cooperation in practice. I want to thank you. It is our pleasure to be here today on behalf of President Andrés Manuel López Obrador and the Secretary of Foreign Affairs, Marcelo Ebrard Casaubon, to deliver to the people of Suriname this mechanical medical devices. As you all said, it has been more than a year since the health crisis derived from the COVID-19 pandemic. In August 2020, a few months after the pandemic reached the countries of Latin America and the Caribbean, in an event led by our foreign minister, in which representatives of the governments of different countries of the region were present online thanks to technology, Mexico announced the donation of medical devices to help you face this unprecedented situation. Since that moment, our president instructed us to give you all the help we could, and we are trying to do that today. This is why we are here in our fourth day of delivery of these medical devices, with the motivation of showing that Mexico is a supportive country and that we are very aware of our sister nations. This donation from the Mexican government through the Mexican Agency for International Development Cooperation means lives will be saved, especially the lives of the most vulnerable. We want to emphasize that these medical devices were manufactured with Mexican technology and talent,
which were also adapted to the technical requirements of every country, as Suriname in this case. Dear friends of Suriname, it is our wish that these mechanical respiration medical devices will help you face this unprecedented health crisis derived from the COVID-19 pandemic. We are here making this delivery to you in person, representing the people of Mexico and standing by your side. This pandemic has completely changed our lives for day to day. But the most important thing we can do right now is to work hand in hand and take care of our people, because together we are stronger. Thank you very much for having us today. Welcome. And in fact, I want to start with muchas gracias, Mexico. Muchas gracias. Thank you very much, because we are receiving these medical devices on the right time, where we need it at most. So we from Suriname are very thankful. We from the medical sector of Suriname are very thankful for these medical devices. We will use it very good, because we are now in a situation where the epidemic is increasing and increasing, and we don't know if we are on the peak or not. We hope that we are on the peak. On the way on the peak, we have lost a lot of lives already. And we are aware that we will lose as many as that amount of lives yet. When we will go down the peak, when we will go down in the epidemic. So with these devices, we will minimize that, of course. So it is on the right time that we are receiving these devices to support us, to support the medical sector in order to save more lives. The medical sector, the medical human resources in Suriname, they are being overworked. But still, with this help, we can do our work better, and we will be, of course, able to save more lives than we are doing now. So we are very thankful for that. And as I said, it is on the right moment to receive this help. This is also a very good sign of cooperation between two countries. And of course, it's opening doors for more cooperation between the health sectors for these two countries, and also on the diplomatic way. So from my side, I don't have enough words to thank the government of Mexico for this donation. And I can assure you that we will use this as good as possible to save more lives in our war against this coronavirus. Once again, muchas gracias. Vandaag hebben we de overhandiging mogen meemaken van twee medische beademingsapparatuur. Deze worden speciaal ingezet voor de personen die in ICU zijn en die zuurstof nodig hebben. Het is al een hele tijd in voorbereiding. Vanaf het begin van het jaar zijn we bezig met de Mexicanen, toen zij ons hadden aangegeven dat ze bereid waren deze apparatuur aan Suriname te doneren. Het is een begin van wat men gaat doneren, dit is het eerste. De trainingen hiervoor zijn al verzorgd. Ook de technische details die nodig waren om het mogelijk te maken dat de medische apparatuur, dus de ventilators hier in Suriname, worden geïnstalleerd. Daar is er een hele assessment over gedaan, samen met het ministerie van Volksgezondheid.
De trainingen zijn, zoals ik eerder heb aangegeven, samen met de Mexicanen, is er een training verzorgd aan personeel van de ziekenhuizen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft geïdentificeerd waar deze ventilators naartoe gaan. Ze zijn heel dringend nodig. Ik weet dat u hebt mogen horen wat de directeur van Volksgezondheid net aangaf, dat het op een juiste moment aankomt, want het is heel erg nodig voor de sector. Mexico is een hele goede bilaterale vriend van ons. We zijn al vanaf 1975 hebben we bilaterale relaties met Mexico. We doen niet alleen op het gebied van volksgezondheid projecten met ze, maar ook op andere gebieden, zoals onderwijs. Daar geven ze ons heel veel beurzen voor. Dus er is heel goed contact met Mexico voor wat de technische samenwerking betreft. Als we kijken naar de capaciteit die we hebben in de ziekenhuizen, en ik ben geen deskundige op dat gebied, maar als ik luister naar de capaciteit die we hebben en hoeveel mensen we kunnen accommoderen die heel erg ziek zijn en heel dringend medische zorg nodig hebben in de ICU bij wijze van spreken, dan kunnen we 35 plekken bieden. Met deze twee ventilatoren kunnen we nog meer, dus nog twee plekken, nog twee mensen accommoderen. En dat is twee mensen hun levens redden. Dus het is heel belangrijk dat we deze ventilators krijgen. We kunnen heel veel hebben in Suriname, we kunnen PPE's hebben, we kunnen dat hebben. Maar als we de apparatuur niet hebben om de mensen in leven te houden, dan is het ook afgelopen. Wat kunnen we allemaal zeggen over het internationaal gebeuren? Want we zien dat Suriname zo goed in contact staat met de internationale partners om de coronapandemie hier op te lossen. Wat kunt u als directeur hierover aangeven over de internationale samenwerking? Nee, vanaf de coronapandemie is aangebroken hebben we stappen gezet. Want we weten dat we het niet alleen kunnen doen. Ook de grote landen kunnen het niet alleen doen, we moeten het samen doen. En samen doen is al vanaf het begin de weg die Suriname heeft bewandeld. Vandaar dat we ook onze bevriende naties, dus de bevriende landen, hebben benaderd om waar nodig steun aan ons te geven. Zo hebben we van India, we hebben van China, we hebben van Nederland, we hebben van laatst hebben we van Barbados, hebben we hulp mogen ontvangen. Dus ook nu van Mexico. En er zijn nog andere landen die ons hulp zullen aanbieden. Japan is een van ze. Daar komt er ook een hele grote partij aan medische hulpgoederen naar Suriname. Ter waarde van 1 miljoen. Toch, Brazilië is ook een van de grootste partners geweest. Frans-Guyana is ook Frankrijk dus ook een van de grootste partners. Zij hebben laatst nog gisteren of eergisteren nog PPE in de vorm van testen. Sneltesten gedoneerd aan Suriname. Nu ook maskers. Binnenkort komen er maskers. Brazilië heeft een ambulance een paar weken terug geschonken aan het academisch ziekenhuis. Of die het academisch ziekenhuis in zal zetten. Dus al deze partners van ons, internationale partners, maar ook internationale organisaties dragen bij aan een stukje verlichting in de medische sector in Suriname. Als we kijken naar dus medische hulpverlening. Als ik denk aan het ter beschikking stellen van kennis, het ter beschikking stellen van training voor de mensen, maar ook PPE's. Dus al dit soort dingen worden meegenomen wanneer wij kijken naar donaties en hulp vanuit de internationale wereld. Meneer Sukul, er is vandaag hier een schenking plaatsgevonden vanuit de Mexicaanse Republiek aan Suriname. Wat is uw reactie, uw eerste reactie hierop? Ik ben heel erg blij. Want met deze beademingsapparaten kunnen we zeker meer levens redden door ze in te zetten in onze intensive care units. Jawel, ze zijn zeer belangrijk. We hebben beademingsapparaten nodig in onze intensive care zorg. En deze kunnen we heel goed gebruiken, vooral in deze tijd waarbij we krap zitten met apparatuur, met verbruiksmiddelen, met IC-bedden, met HR. Dus zodra we alles in place hebben, worden ze direct gebruikt in de intensive care units. Het is heel erg welkom. We gebruiken die heel goed om het beste van te maken en om zoveel mogelijk levens te redden. En dat zorgt ervoor dat we minder leed hebben, want hadden we die hulp niet, hadden we veel meer levens verloren. Dus we zijn enorm dankbaar aan alle hulp die we krijgen. Ook moeten we niet vergeten, de hele organisatie in de medische sector, vanaf de in principe van directie tot eigenlijk de interieurverzorgster
of verzorger en vooral onze healthcare workers. Ze worden vreselijk overwerkt en we zijn heel dankbaar voor hun inzet in de strijd tegen COVID.